Ronald, je hebt een hele stevige achtergrond. Lang in de financiële sector gewerkt. Vermogensbeheer, depositohandel, heb ik begrepen. Kun je ons daar iets over vertellen? Hoe lang heb je dat gedaan? Mijn leven is iets gecompliceerder dan waar we het nu even over hebben. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al zelfstandig ondernemer. Dus de zelfstandigheid was daarin het belangrijkste. Ik heb ooit geprobeerd om voor een baas te werken, maar dat ging niet. Het zelfstandig ondernemen, ik heb dus vele disciplines doorlopen. En een deel daarvan was in de financiële wereld. En dat kwam omdat zeg maar in alle andere dingen waar ik in werkte als zelfstandig ondernemer, een eigen damesmodelijn, autohandel, maar ook import-export, daar was ik altijd zo druk mee dat zeg maar het geld wat ik daarmee verdiende, dat bracht me eigenlijk al richting de financiële wereld. Omdat je had met de import-export te maken met verschillende valuta's. En dan kwam ik bij een beurs om dat bijvoorbeeld om te wisselen, hè, via agenten. En een van die wisselagenten, die zei op een bepaald moment: Ronald, ik kijk nu al heel lang naar je leven. Je bent altijd aan het werk. Je verdient geld, dat zien we ook wel. Maar wat is nou eigenlijk je doel? En toen zei ik van nou, het enige wat ik wil als zelfstandig ondernemer, dat is zoveel mogelijk geld verdienen. Want hoe meer geld ik heb, hoe sneller ik zeg maar niet hoef te werken of totaal vrij ben, aanzien heb. Alles wat je eigenlijk in deze samenleving met elkaar wil. Althans, dat, zo dacht ik toen. Hij zegt, joh, stop met al die werkzaamheden, al die bedrijven. Ga gewoon in de geldhandel, ga in de financiële wereld. En dat is eigenlijk het begin, wat aansluit op hetgeen waar je het net over had. Die man, die had dus een zetel op een beurs. En die deed in valutahandel. Die deed in depositohandel, dus het handelen in vermogens voor renteverschillen. Hè, dat je kan winnen op rente. En daaraan gekoppeld zat dat vermogensbeheer. En die drie samen was een heel mooi pakket, een aantrekkelijk pakket, waar ik op ja zei. Nou, zij zei, oké, je kan mijn zetel overnemen. Ik ga je trainen. Ik ga je inwerken in het netwerk. Maar daartegenover stond dan wel dat, zeg maar, uit mijn winst per jaar, 10% afdroeg nog aan hem. Dus het was een overdracht, het was een verkoop plus een stuk van de winst. Ik zei, ja, prima. En toen zei hij, je moet één ding weten. Als jij je geweten niet in de diepvries kan zetten, en dan niet op min 18, maar op min 100, dan moet je er niet aan beginnen. Oeps. Dat was de boodschap. Want je wil veel geld, dat kan je krijgen. Ik kan je helpen, maar er hangt wel een prijskaartje aan de andere kant. Want met een geweten kan het niet. Nou, ik moest daar erg om lachen. Ik was een jonge hond. En vanuit zeg maar hoe ik uit mijn jeugd in het leven was gekomen, mijn jeugd was niet zeg maar de meest ideale omstandigheden, had ik al een soort van wereldbeeld, mensbeeld. Hoe bedoel je dat? Dus niet warm, zeg maar, geen warme achtergrond? Mijn moeder heeft altijd heel erg haar best gedaan om zeg maar de liefde vanuit moeder zeg maar te geven. Maar daarin was ze beperkt doordat de vader zeg maar binnen het gezin eigenlijk ervoor zorgde dat we vaak in een soort van oorlogsgebied zaten met elkaar. Dus dat was niet echt een model waarvan je denkt van nou geweldig om hierin te zijn. Maar dat bouwde wel eigenlijk voor een kind wat opgroeit een beeld over de wereld op, waar ik van dacht van nou, met die mensen en de mensheid, dat is niet echt op en top. Dus daar paste die diepvriezer wel in, zeg maar. Ik was eigenlijk een klein beetje daar al in gewend geraakt om jezelf te beschermen. Dus de diepvriezer aanzetten was voor mij eigenlijk te doen. Ja. Overlevingsmechanisme geworden. Ja, en het beeld wat ik over de mensheid had en over alles om me heen was ook niet zo positief. Ik dacht dus eigenlijk alleen maar aan mezelf. Zo was ik een beetje, zeg maar, gevormd uit overleving. En ik ben erin gestapt.
dat betekende dat ik dus langzaamaan klanten kreeg. En naarmate ik steeds beter werd binnen het netwerk, in het werk wat ik deed, kwam ik ook steeds dieper, zeg maar, in die financiële wereld terecht. En dan blijkt, zeg maar, de wereld toch heel klein te zijn. Dat merk je elke keer. En dat was in andere zaken ook. Toen ik in de import-export zat met granen en dergelijke. Dan merk je, oh, dat is ook maar een klein kringetje. En zo is de financiële wereld. Als het gaat om de hardcore. Dus niet over juffrouw Jannie aan het loket bij een bank of zo. Nee, ik heb het nu over, zeg maar, de grote geldstromen die op aarde rondgaan, waar je mee gaat handelen. Je hebt het over de aarde, dus niet over Nederland in het bijzonder. Dat stuk waar je Nederland, Nederland speelt wel een bijzondere rol in dit verhaal. Mm-hmm. Maar Nederland is niet het centrum van de aarde. Nee. Nederland is een onderdeel van een groot wereldwijd financieel systeem. Ja. En daarin werk je bijvoorbeeld via beurzen. Hè? Als je officiële transacties wil doen, kan je dat via beurs doen. Mm-hmm. En heel veel banken die, zeg maar, de geldwisselaars zijn, die hebben bepaalde opdrachten van cliënten waar ze zelf, ja, moeilijk mee weg kunnen. En dan is het handig om dus mensen zoals ik toen de tijd te hebben. Dat zijn eigenlijk de katvangers. Je kan ook zeggen de loopjongen van het grote geld. Die dus, zeg maar, via constructies, hè, rechtsvormen, internationaal, het geld zo gaan bewegen dat het allemaal oké is. Hè, dus dat alle toezichthouders, alle reglementen die er in de wereld zijn, want die zijn er, dat niemand daarin wakker wordt van, hé, hier is iets aan de hand, hè. Zoals we een jaar of 2 jaar geleden een hoop ophef hadden over Panama. De Panama Papers. Ja? Ja. Ja, dan belasting ontduiken. Dan denk ik van, jong, ja, dat ging dan over belastingontwijking. Ja. Ontduiking is alle regels overtreden. Het ging hier om ontwijken. Ontwijken. Ja. Maar als je dan ziet wat daar op dat moment gebeurt en denkt van, ja jongens, dat is heel oud nieuws. En wie ben je nou aan het vervelen ermee? Want dit gaat over niks. Maar voor de bevolking is dat geweldig nieuws. Ja. Maar het gaat over niks. Het gaat over niks. Maar het laat wel zien dat er iets in deze wereld los is. Hè? Dat dus bijvoorbeeld mensen uit Nederland met een bepaalde positie daar bankrekeningen hebben met rechtsvormen, waardoor ze in Nederland geen belasting betalen. Maar dat is allemaal volgens de wetten en de regels. Nou, dat soort constructies was een onderdeel van het werk. Dus als er bijvoorbeeld een wissel was, we hebben wissels gehad, we hebben de eerste boycotten meegemaakt van toen Irak. Dat was in het begin van de jaren 90. Er was een boycott op Irak vanwege de oorlogssituatie die daar was ontstaan. En er kwamen er dus bijvoorbeeld wij noemden dat de Iraki-dollars kwamen vrij. Die Iraki-dollars, het waren gewoon Amerikaanse dollars. De Amerikaanse dollar is gekoppeld aan de olie. Daarmee is het een wereldhandelsmunt geworden met een dekking op een grondstof olie. Zolang die koppeling er is, is de dollar nog wat waard. Ja. En de Iraki's mochten de olie officieel niet meer verkopen. Er zat een boycott op. Ja, dag. Er werd nog nooit zoveel olie verkocht, met discounts in dit geval. Omdat er officieel was, mocht het niet. Dus nou, met wat korting ging het gewoon de grenzen over. Ja. En die dollars, want de energie werd toentertijd altijd met dollars afgerekend. Dus die Iraki dollars die kwamen vrij en die moesten ergens naartoe. En dat kon niet zomaar aan een loket, want de controles, de regelgeving, zorgde ervoor dat er een bepaalde bescherming was. Hè, want witwas, criminele organisaties. Toen was dat ook al een beetje. Nu is het terrorisme allemaal. Maar dat was toen ook. Dus dan heb je dus mensen nodig die zeggen, ik pak de hitte wel over. He, dus dan werd je uitgenodigd, bijvoorbeeld in Duitsland. En dan kwam je dus in een bankgebouw met kelders. En dan stonden dus hele rijen vol met geldwagens. Zo. En dan denk je, ja, geldwagens. He,
kan, transporten, druk bedrijf. Mm-hmm. Kom maar even mee. En als ze dan allemaal vol zaten tot aan de nok met dollars. En dat ze zeggen, dit is allemaal cash en dat moet weg. Zorg maar voor ponden, zorg maar voor Duitse marken, zorg maar voor dit, dat. En het moet zus en zo en het moet dat daar moet en weg. Daar. Hebben we het nu over witwassen? Of? Nou, het verwerken van cash. Ja. Het verwerken van cash op een manier dat het weer legaal binnen het circuit terugkomt. En dat was jouw taak? Dat was een klus die ik en de collega's dan kregen. Okay. He, want je bent nooit alleen, je werkt met collega's. Je kan het niet alleen. Nou, dat kan niet. Je kende Dagobert Duk met zijn schepje. Nou, dat was letterlijk daar, gaan we met de schep staan. Dat was onmogelijk om weg te werken in één keer. Dus dan ga je dus kijken. Vroeger was het namelijk nog normaal dat heel veel met cash gebeurde. Tegenwoordig is bijna alles digitaal. Maar dan ging je dus kijken van hoe ga je die cash wegwerken? Hoe ga je die cash weer op dusdanige manieren in het circuit brengen, dat ook een land als Irak gewoon weer zijn zaken kan gaan doen? He, want dat is degene die het uiteindelijk heeft. Mm-hmm. En die wil niet dat... Kijk, je hebt het over een soort witwassen, maar waar het om ging, dat was dat Irak heeft een boycott. Die moest zich houden aan alle regels. En door dus... weet je, alles wat je in de wereld wil weten, kan je weten door de geldstromen te volgen. Ja. Dat is bottom line. Iedereen kan bla 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 zeggen, ja. Maar zorg dat je de geldstromen volgt. Ja. Dan kom je alles te weten. Ja. Dat was toen ook zo. Dus het enige wat Irak wilde, dat is dat niemand ze ervan kon betichten, inclusief de partners die het kochten. Hè, want de partners die het kochten waren degene die de embargo's hadden opgelegd. Ik bedoel, het zijn allemaal gewoon vriendjes. Dat denkt iedereen van, hey, deze wereld is met plus en min en zwart en groen. Maar op een hoger niveau is het een spel. Het zijn vriendjes. Ja. Maar ze hebben zich wel te houden aan alle regels en wetten die ze zelf hebben gecreëerd om de rest van de samenleving daar te houden. En dat het niet erg druk wordt in de top. Mm-hmm. Dus je moet wel volgens je eigen regels gaan spelen. Nou, dus hetgeen wat daar speelt, dat is dat je dus wil dat niemand het spoor kan vinden of kan volgen. Hè? Buitenom de top is niemand in de onderlagen die kan volgen wat er nou werkelijk is gebeurd. Compartmentalized noemen we dat. Hè? Dus ja. Ieder weet zijn eigen stukje en ja. Alleen de top weet wat er speelt. Ja, maar omdat wij zeg maar het vuile werk deden. Ja. Moest je heel veel weten. Want wij mochten geen fouten maken. Waar zat jij in de top van de piramide? Zat je een beetje in de top van de piramide? Nou, jij had er contact mee. Oké. Okay. Ik ben niet, zeg maar... voor mijn ego was het geweldig geweest als ik, zeg maar, tot de club had kunnen behoren. Hè? Tegenwoordig mm-hmm. praat je nog over 8.500 mensen in de wereld. Mm-hmm. Die de hele wereld runnen. Mm-hmm. Het zou geweldig geweest zijn als ik in die tijd daar ook een zetel in had gehad. Welcome to the real world.